wordt gewoon allemaal gedist aan alle kanten. Wat een techniek hebben deze talenten hier op het voetbalkamp. En is dat nou toevallig iets wat mijn gasten van vandaag ook hebben? Een goede techniek in de uitzending van Leeuwen in de Talk. Vandaag Inessa Kaagman en Shaki Groene. Ja, we zijn elkaar! Hey. Hallo! Hi! Oh, jullie zijn... hoi. Welkom bij een nieuwe Leeuwen in de Talk. Jullie zien er al heel blij uit. Waarschijnlijk omdat je elkaar lang niet hebt gezien. Ja, klopt. Ik zie het. Echt heel lang. En we zetten nu ook bijna een land uit elkaar, zeg maar. Dus dat is ook echt even weer wennen of zo. Okay. Ik voel het. Waar zit jij, Shaki? Waar zit je nu? Ja, ik zit in de huiskamer in mijn appartementje in Manchester. En jij, Inessa, waar ben jij nu? Ik zit in Brighton. In Brighton. En daar ben ik net naartoe verhuisd. Want, nieuwe club. Jazeker. Vertel. Ik ben er kort geleden aangekomen en het valt eigenlijk heel goed tot nu toe. Ja? Heb je al wat trainingen erop zitten? Ja, wel een aantal. En de meiden zijn heel leuk. Ik ben heel goed opgevangen. En ik woon natuurlijk met Aniek. Dus leuk. Dat is ook heel leuk. Dat weet natuurlijk niet iedereen, maar leuk. Hetzelfde club en hetzelfde huis. Ja, in hetzelfde huis. Die zit in de kamer naast mij. Die moest even weg. Jullie spelen nu ook tegen elkaar in de Engelse competitie. Zeker. Ja, we vorig jaar ook al op zich een paar keer tegen elkaar gespeeld, toch? Ja. En nu dan bij andere clubs. Maar ja, want Jacques, jij bent voor het tweede seizoen, hè? Ga je door? Ja, klopt. Ja, het is hartstikke leuk hier. Dus ik zit hier wel echt helemaal op mijn plekje. Dus ik ben blij dat het seizoen nu een beetje... soort van aan het beginnen is en dat we weer terug naar normaal gaan eigenlijk, zeg maar. Die hebben we allemaal wel heel erg gemist, hè? Ja. Het is zonnig bij jou trouwens, Tessa. Ja, het is hier super lekker weer. Het is heel erg lekker weer. Ik zit hier dus natuurlijk weer bij de caravan, waar ik jullie vorig jaar ook al heb gezien. Ja. Toen gezellig in de caravan en nu sta ik aan de zijkant van het veld in Zeist, waar de KNVB voetbalkampen ook bezig zijn. Maar daar komen we ook allemaal zo meteen op terug. Wij gaan even testen of jullie als roomies al een beetje op elkaar ingespeeld zijn. Dus we gaan naar de quiz Wie van de Twee spelen. En ik stel jullie straks 3 vragen. En op die vraag mag je antwoord geven met of je eigen naam of die van de ander. Vraag nummer 1. Wie van jullie twee komt het vaakst te laat? 3, 2, 1... Shaki. Oké, jullie zijn het in ieder geval eens met elkaar. Inessa, vertel. Ja, ik moet haar eigenlijk altijd meesleuren. Echt? Dat is het gewoon. Ik heb gewoon niet altijd helemaal besef van de tijd. Ik zit dan altijd helemaal ergens in en zo. En dan moet Nes echt altijd wel even zeggen van, we hebben zo'n meeting. Maar ik ben ook zo iemand die denkt, oh, hadden we een meeting? Ja, echt van agenda, denk ik. Ja, agenda van Shaki. Nodig, ja. Maar dat doe je met liefde, Inessa, begrijp ik. Ja, Inessa is wel... Jij bent best goed in dit soort dingen. Ja, best. Inessa is ook wel heel gepland en zo. Van, het is altijd wel een beetje... Heb je je voetbalschoenen? Heb je je schermschermen? Dus heb je... Oké. Jullie waren het eens. Dit was Shaki sowieso. Jullie kennen elkaar tot nu toe erg goed. Komt de vraag nummer 2. Wie van jullie is de grootste dagdromer? 3, 2, 1... Shaki. Ja. Na het verhaal van net denk ik, ja, dat wordt waarschijnlijk Shaki. Ja. Waar droom je allemaal over, Shaki? Ja, weet ik niet. Maar ik heb gewoon soms als van die momentjes dan... ik weet niet of ik dit aan jullie zo moet vertellen, maar dan zitten we in een meeting en dan denk ik in één keer van... Oh, wacht, we zitten in een meeting. En dan moet ik weer eventjes terug focussen. Oké. We gaan naar de laatste. Wie van jullie is het meest opgeruimd? 3, 2, 1. Inessa. Nou ja, het is eigenlijk geen vraag meer op deze manier. Hè? Inessa, maar hoe ziet jouw huis ziet er dus heel keurig uit? Maar is dat ook op de hotelkamers altijd zo? Nou, wel toch? Op zich wel. Maar ik ben op zich ook wel enigszins opgeruimd, toch? Ja, je bent echt... Ja. Wij zijn op zich best wel netjes. Want ja, we moeten wel even goed leven in, dat, in die kamer. Hey, en als je zegt, daar moeten we dan toch in leven in zo'n kamer. Hoe gaat dat een beetje als je zo'n lang toernooi hebt? Weet je wel, word je dan op een gegeven moment niet helemaal gek van elkaar? Nou, het is in Frankrijk was de kamer echt fijn. Ja. Maar we hebben het echt goed gedaan. Ja. Ja, we zijn best wel dezelfde mensen eigenlijk. Qua ritme en... dingen die we leuk vinden om te kijken en zo. Dus we kijken vaak dingen samen. Wat hebben
Ja, we luisteren ook gewoon heel veel muziek en dat vinden we allebei heel erg leuk. We gaan door naar het volgende rubriek. Ik pak er heel even iets bij. Wat zien we hier? Ja, dit was na de WK-finale en Jacques was helemaal van de rel. Ik ook wel, maar ik was nog niet in huilen uitgebarsten, zeg maar. En ja, Jacques was echt in tranen. Dus ja, ik vind gewoon dat het dan mijn teamgenootjes moet troosten. En ik vind het echt helemaal niet fijn als mijn teamgenootjes zo verdrietig zijn. Jacques, weet jij nog wat ze zei tegen je? Volgens mij zei het een beetje, het is wel oké, het is goed. Zoiets zei je volgens mij, kan ik me herinneren. Maar het is ook wel weer zo dat ik zoiets heb van, de volgende die pakken we wel. Heel goed, heel goed. Dus, positief op terugkijken, een beetje. Ja, precies. Ik heb ook bijvoorbeeld Ines echt veel beter leren kennen op het WK dan ooit tevoren, denk ik. Dus daar zijn we eigenlijk best wel maatjes geworden, dus echt wel heel erg leuk. Dus toch wel echt heel veel mooie herinneringen aan overhouden, ja. Nou, dat vind ik mooi. Daar sluit ik hem bij deze mee af, want we hebben er nog één, hè? We hebben er nog één. Ze is wel vrolijk, want... Ja, daarom. Ik wou zeggen, we moeten er even weer een beetje boosten. Kijk even goed, wat zien we hier? Of wie zien we hier? Inessa, vertel. Wat zien we? Ja, op dat moment had ik mijn bachelor geneeskunde in de pocket. Heel goed. Trots, hè? Trots. Ja, heel goed. En dan met trotse ouders en met mijn trotse broer. Dus dat is echt een heel mooi moment. Ja, is ook goed. Knappe kop hoor, even je bachelor geneeskunde halen. Ja. Letterlijk en figuurlijk knappe kop. Ik denk dat er een heleboel mensen wel weten dat Jacques, dat jij rechten hebt gestudeerd. Maar dat jij ook geneeskunde hebt gedaan, of nog steeds gaat doen ook, hè? Want na je bachelor ga je door. Ja, ik ga uiteindelijk wel door, maar ik kan het niet combineren met mijn voetbal nu. Dus als ik eenmaal klaar ben dan met voetbal in ieder geval, dan ga ik wel aan mijn master beginnen. Dan ga je je master beginnen en uiteindelijk zie je jezelf in het ziekenhuis. Ja, nou, in het ziekenhuis of misschien wel een beetje Karin opvolgen of zo, je weet het niet. Oh, leuk. Oké, heel goed. Maar dan ben je KNVB. Ja, precies. Ja. Oké, ik begrijp het. Hey, en jij, Jacques, wat is jouw toekomstplan na het voetballen? Ik wil mijn studie graag afmaken en dat gaat langzaam vooruit. Jullie staan nu ook op een boek, dus overal liggen studieboeken. Overal liggen studieboeken en als ze open gaan, dan is dat ook helemaal top. ik hoop dat ik mijn studie snel af kan maken en dan zien we het wel een beetje. Dus ik zie mezelf nog niet zo heel snel advocaat worden, maar er zijn vast wel andere dingen die ook passen. We gaan naar foto 3. Wat zien we hier? Jacques, wie zien we? Het zijn mijn beste vriendinnetjes. Dat zijn jullie. Die zijn belangrijk voor jou. Ja, het was best wel... ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, Nes, maar het was best moeilijk nu om terug te gaan. Omdat je echt wel een paar maanden hebt gehad die je eigenlijk normaal niet zo hebt. Dus normaal ga je naar huis en dan ben je er een weekje of twee... En dan weet je gewoon van, oké, deze mensen wil ik zien. En dan heb je gewoon ook al in je hoofd van, oké, daarna ga ik gewoon weer door. En dan zit je in een soort ritme. Maar nu, dit jaar is natuurlijk alles een beetje anders. En ik ben veel thuis geweest. Ik heb veel van mijn familie gezien. En op het einde ook veel van mijn vrienden, toen het iets losser werd in Nederland. Dus ik had best wel moeite dit keer om weg te gaan, moet ik zeggen. Het was echt lastig. Ik zei ook tegen mijn ouders en zo, vorig jaar had ik het echt wel prima. Maar dit jaar was het echt heel moeilijk, moet ik zeggen. Ja. Moeilijk om dan weer terug te gaan uit die leuke familiebubbel toch ook wel. En ik sta hier dus aan de rand van de KNVB voetbalkampen. En al die kinderen hebben natuurlijk ook vragen voor jullie. Zo heb ik bijvoorbeeld ook Otto en die heeft een vraag voor jullie over rituelen. Hoi, ik ben Otto, ik ben 10 jaar, ik kom uit Zeist en ik had een vraag. Wat doen jullie voor het slapen gaan? Nou, ik hou wel heel erg van films en series. Dus ik kijk vaak een filmpje of een serie. Want dan kom ik goed in slaap. En ik ben meestal een beetje op mijn gitaar aan het pingelen. Oh. Of zo, een beetje relaxen. Lekker, heel goed. En jij, Nessa? Ja. Sinds ik hier ben, doe ik dan wel facetimen. Oh ja. En als ik dan daarmee klaar ben, dan dan lees ik gewoon een boek. En dan word ik moe. Dus dat helpt, hè? Dan vaak. Kan ik lekker in slaap vallen. Dus ik wil het wel echt daarna verlezen, want dan word ik weer rustig, zeg maar. En dan val ik lekker in slaap. Hey, en als wij samen zijn, dan doen we altijd kruiswoordpuzzel. Zweedse puzzels. Zweedse puzzels. Is dat jullie ding?
Iedere avond. Echt twee oude oma's zitten. Twee. Ja, dus dit maar even niet uitzenden. Nou, dat willen we allemaal heel graag van jullie weten. Jullie zitten als twee omaatjes daar lekker kruiswoordpuzzels te spelen. Ja, en dan soms komen er mensen de kamer in zo van, wil je nog even mee pingpongen? En dan zitten wij zo met die in onze pyjamas met zo'n theetje meestal. De kruiswoord te maken van, nou... Wij vermaken ons hier wel. Oké, ik heb nog een vraag, want Cas wil ook iets van jullie weten. Hoi, ik ben Cas, ik ben 15 jaar, ik kom uit Beuzichem. En wie van de Oranje Leeuwinnen krijgt op de training de meeste panna's? Ik weet niet naar wie ik nu wijs, maar het is vast Sjak. Nou, niet naar mij. Ja, Sjakkie, ben jij degene met de meeste panna's? Ja, ze doen het er ook gewoon om. Ik heb van die X-benen en... Als iemand dan kan ik dat niet snel genoeg naar elkaar toe brengen. Dat is heel raar. En dan doen we rondo. En dan, ja, dat is even dit. Zeg maar. Hoe zit je dan? Zo. Wie doe je na? Ik doe na, Sjakkie. Dus, Hey, en... Nee, maar dat is echt zo. Ik krijg dat gewoon niet snel genoeg naar elkaar toe. Dat is heel, ja, dat is wel een dingetje. En Ines, ik heb ook best wel lange benen. Ondanks dat je niet mega groot bent, wel lange benen. Dus die gaan ook gewoon wat minder snel. En Inessa, jullie zijn natuurlijk ook wel als middenvelders goede pingelaars en techniek en trucjes en dingetjes. Doe jij het er dan ook echt op een training soms om iemand een pannen te geven? Ja. Inessa, doe je het erop? Hoezo, Sjak? Ja, ik zie jou gewoon kijken. Als ik aankom lopen, zie ik jou gewoon al een beetje zo van... Ja, het is ook niet eens per se in de training zelf. Het is meer bijvoorbeeld als we dan ergens heen lopen, dan loopt iedereen een beetje zo. En dan probeer ik gewoon die platte zeg maar te spelen. Dat is echt, dat is echt. Wat er ook gebeurt, nooit naast Inessa lopen als je van A naar B moet. Ja, of gewoon kleine stapjes. Dan komt het goed. Dat is mijn tactiek tegenwoordig. Gewoon zo. Dat. Meiden, tot slot. Nog heel even kort vooruitblikken. Waar zijn wij over een jaar? Olympisch kampioen. Lekker. Inessa, en jij? Ik vind dat lastig. Want ik denk dus niet echt over dat soort dingen na. Nee, dan is ik dat leef meer gewoon een beetje in het moment. En, ja, gewoon ik doe wat ik moet doen. Ja. En dan zie ik wel waar ik aankomend jaar wat eruit komt. Dan hoef je daar ook helemaal niet over na te denken. Weet je wat wij doen? Dan gaan we gewoon met het antwoord van Sjakkie door. Daar gaan we met z'n allen heel erg op hopen dat dat gaat gebeuren. Ja, dat zou mooi zijn toch? Ja, dat zou heel erg leuk zijn. Maar wij gaan onwijs sowieso van jullie genieten. En we hopen jullie allemaal natuurlijk heel snel weer te kunnen zien in jullie oranje shirt. Want ja, bij deze zit deze aflevering er ook al gewoon weer op. En daarmee ook de reeks Leeuwen in het Talk. Want we hebben ze zitten er alweer op. Dat is dat snel. Het gaat onwijs snel. Onwijs jammer ook, moet ik heel eerlijk zeggen. Ook denk ik namens alle fans. En ik wil jullie heel erg bedanken. En succes wensen dit seizoen. En tegelijk met alle andere Leeuwinnen. Oké, doei doei. Doei allemaal. Doei, miss je Ines. Doei, miss je ook. Doeg.